wel meer. Oh. Ja, dames en heren, we zijn in Frankrijk. Merde, merde. Niet Duits zeggen. En we staan op de parkeerplaats. Ah, eigenlijk, ja, bij Quizshop. Quizshop. Boutique. Het is een Frans voor godverdomme, maar dat weet niemand. Ja, nu weten jullie het. Maar ze vloeken hier vooral met scheldwoorden waarvan je het niet wist. Zonnetje staat lekker op mijn gezicht, dat is niet fijn. Ik ga even hier staan. Maar zoals je ziet is het dus goed weer. En ja, we hoeven nog. Wat mijn collega, mijn cameraassistente, zei dat we nog 2 uurtjes moeten gaan reizen in de bus. Om dan vervolgens bij Disneyland Parijs te komen. Ik ben helemaal aangekleed zoals je ziet. Ik heb een lekkere broek, heerlijke loopschoenen. Dat zijn zulke heerlijke loopschoenen. Zijn heerlijke schoenen dit. Dat zijn verrukkelijke schoenen, die lopen gewoon heel goed. En ik heb een tas bij me. En daar zit in eierkoeken, drinken, papieren, drugs, wiet, alles. En nee, geen drugs. Nou, we zijn met 300 leerlingen ongeveer, wat ik begreep. 4 bussen. En we zijn te laat vertrokken, maar we zijn volgens mij ruim op tijd wel bij het park. En wat jullie gaan zien is in de volgende video eindelijk Disneyland. Jullie gaan Disneyland zien, jongens. Het wordt fantastisch. Het wordt gaaf. Het wordt cool. Alleen wat heel veel mensen niet weten is dat we te voet verder gaan. Dus we zijn iets later in het park. Zullen we eens beginnen, Danny? Ja. Oké, goed. Ja. Merde, merde, de lele, Disneyland. Ik ga vragen aan mensen of zij misschien weten waar Disneyland is. Even kijken op de bord. Borden. Interdit, je had gewoon Nederlands woorden. Interdit South Gigis.